Er zijn ook Chinese automerken aanwezig hier op het Salon van Brussel. We zullen eens een keer een rondje gaan maken. Polestar waren er al de één. We hadden de Polestar 2, die zie je al redelijk veel rijden op onze wegen. En dit is de Polestar 3, het derde model van het merk. Meer SUV-achtig. En is dat nogal verwant met de EX90 van zustermerk Volvo. Dat is ook een grote SUV, dat is een 7-zitter. Deze Polestar 3 is een 5-zitter. Ook gebouwd in China, maar gaat ook in de Verenigde Staten gebouwd worden. Eind 2023 worden de eerste exemplaren geleverd. Batterij van 111 kWh, waarmee zou je meer dan 600 km moeten kunnen rijden. En de prijs? €89.990. BYD lezen we hier op het stuur. BYD, en dat staat voor Build Your Dreams. Dat is een Chinese fabrikant. Zegt misschien niet zo heel veel. Is wel bekend van de taxis in Brussel. Ze bouwen ook bussen. Maar in China zijn ze wel samen met Tesla de grootste fabrikant van elektrische auto's. Dus het is toch geen naam om te onderschatten. Na de taxis komen ze nu dus met personenwagens. Er zijn met drie modellen, waaronder deze Atto 3. Dat is een compacte SUV. Een beetje het formaat van de Hyundai Tucson. €45.990 vragen ze ervoor. Voor dat geld krijg je een ronddraaiend scherm. Een batterij van 60 kWh. Daarmee kan je 420 km rijden in theorie. En je krijgt hier drie snaren aan de kaartenhouder. De Ceres 5. Heb je daar al van gehoord? SUV, 4,7 meter lang. Dus dat is een beetje BMW X3-stijl. Zit ook in die prijsklasse rond de €7.000. Drie elektrische motoren en 695 pk, meer dan 1000 Nm koppel. Te krijgen met twee batterijen, 80 of 90 kWh en zit over de 500 km aan rijbereik. Het zijn niet de bekendste merknamen die je hier ziet, bijvoorbeeld SWM, JAC, DFSK, BAIC. Daar zal nog niet iedereen al van gehoord hebben, maar ze staan hier wel op het Salon van Brussel. Ze worden allemaal door dezelfde invoerder naar België ingevoerd, One Automotive. En het is wel de moeite om ze eens een keer van naderbij te bekijken. Bijvoorbeeld deze X55, een SUV van toch 4,6 meter lang, dus redelijk gezinsvriendelijk formaat. €31.490. Waar vind je zoiets nog voor die prijs? Het zijn allemaal 1,5 liter benzinemotoren van Mitsubishi trouwens. Dus hier geen elektrische auto's op deze stand. Allemaal verbrandingsmotoren. Net zoals deze Fingon, gewoon eens even kijken, deze blauwe Fingon 500. Ook een nieuwe naam. We moeten zelf ook eventjes ervoor studeren hoor. 1,5 liter benzine. €19.990. Waar vind je voor dat geld nog een auto vandaag de dag? Je kan ze krijgen op LPG. En ze hebben 5 jaar garantie, deze modellen. MG, dat is een naam die al heel lang meegaat. Morris Garages uit Engeland. Maar ook volledig Chinees nu, sinds een aantal jaren al. En zijn sinds een jaar of drie op de Belgische markt. En ze komen nu met deze MG4. En wat is er belangrijk aan die MG4? Wat is er interessant aan? Dat is een elektrische auto voor de prijs van een auto met een verbrandingsmotor. Als we hem vergelijken met een Golf, het is het formaat van een Golf. Als je een Golf 1 liter benzine hebt, dat is dezelfde prijs als deze MG4 elektrisch met een batterij van 51 kWh. Een dikke €30.000.